Hallo allemaal, vandaag heb ik een shoplog. Ik ben een paar weken geleden ben ik bij de Action geweest, omdat ik hou niet zo van Action make-up. Maar eigenlijk is dat nergens echt op gebaseerd, behalve dan dat het goedkope make-up is. En ja, ik heb daar dan een gevoel bij van, nou, als het heel goedkoop is en je smeert het op je gezicht, dan goed, dat voelt niet goed. Maar toen dacht ik, nou, er zijn heel veel mensen die gewoon niet zo heel veel geld hebben voor make-up, maar er toch verzorgd uit willen zien. Dus had ik make-up gekocht en daar wilde ik een filmpje van maken. Hartstikke leuk. Ik heb in dit zakje, ik laat nog niet zien wat het is, want daar komt nog een filmpje van. Had ik voor €4,55 heb ik make-up gekocht waar je in principe alles mee kan doen. Het enige wat er niet bij zat was dat pressed powder. En ik weet dat de Action dat heeft. Maar ik ben al in 3 verschillende Actions geweest en ik kan het niet vinden. Of ik kijk niet goed, maar ik kan het echt niet vinden. Maar goed. Vandaag was ik dus ook, dit doe ik weg, want dit komt binnenkort komt er een filmpje van. Vandaag wilde ik bij een hele grote Action bij de Rai, ik woon in Amsterdam, bij de Rai gaan kijken. Want ik dacht, nou, een grote Action die heeft dat misschien wel. En weer geen pressed powder. Ik weet het niet. Ik zie ook, want ik weet ook dat er bijvoorbeeld blush is. Dat heb ik ook al in 3 Actions niet gezien. Dus misschien kijk ik niet goed of weet ik veel wat. Maar ik hoop dat ik het toch nog voordat ik het filmpje ga maken kan vinden. Want dat vind ik wel belangrijk. En anders doe ik het gewoon met de producten die ik heb gekocht. Maar goed, ik ben dus bij de Action geweest. Oh, ik ging dus voor de pressed powder. En ik heb dus dit. Hè? Dus dan weten jullie al hoe het werkt bij mij in mijn leven. Ik wilde het even laten zien. Want ik ben gek op de Action. En zo meer met mij. Dus ik dacht, nou, ik laat even zien wat ik heb gekocht. Een beetje praktisch. Nou, allereerst heb ik een bakje gekocht. Ik heb een heel leuk make-up hoekje. Ik zal er nog eens een keertje een foto blog van maken. Ik heb een heel leuk make-up hoekje. Maar het is een heel klein hoekje. En ik heb er al zo eentje. Hier zit, nou, ik zal hem even laten zien. Er zitten al wat dingetjes in, zeg maar. En ik dacht, ik koop er gewoon nog eentje. En die zet ik ernaast. Dus dat is leuk. En deze was €1,99 of zoiets dergelijks. Ik heb de bon erbij. Maar ik vind altijd dat gehannes op die bon vind ik altijd een beetje gemuts. En hij was €1,19 zelfs. Maar goed, dus ik zal zoveel mogelijk prijzen zal ik wel, zeg maar, doorgeven. Maar als het niet helemaal lukt, dan weten jullie waarom. Dan heb ik deze gekocht. Ik heb hier voor mij een hele mooie spiegel. En ik heb een spiegel voor mijn mascara gebruik ik. Maar hier naast mij zit mijn kledingkast. En soms is het gewoon heel handig om dan dit erop. Dus dat dacht ik, dat ik dit er dan op. En dan kan ik gewoon zo, en ik ben nu uit beeld, dat weet ik. Maar dan kan ik zo wat dichterbij kijken en dan heb ik allebei mijn handen nog. Dus dit was €2,49. En ik ben benieuwd of dit sowieso werkt. Want nou ja, vaak met goedkopere producten. Soms werken ze echt helemaal geweldig, maar soms ook niet. Dus maar dit wilde ik wel proberen, vind ik leuk. Dan had ik nog een make-up opberg dingetje heb ik gekocht. Deze was volgens mij €1,49. Ik heb hier rekjes, dingetjes. Nou, dat komt nogal. Nog een keertje laat ik dat gewoon zien. Maar ik vond het wel handig om dan bepaalde producten die ik vaker gebruik gewoon bij elkaar te houden. Dus dat heb ik ook gekocht. Nou is het altijd heel gevaarlijk. Mijn man was mee. En dat is altijd heel gevaarlijk. Weet je, hij gaat nooit mee met boodschappen doen en weet ik veel wat allemaal. Want dat vindt hij niet leuk. Maar als hij dan meegaat, dan stopt hij van alles in mijn mandje en weet ik veel wat allemaal. Dus dan gebeuren er allemaal spannende dingen. Zo nu ook heeft hij dit gekocht. Nou, daar kan je nooit genoeg van hebben. Van bitjes. Een 64-delige bitset. Ik zal eens even kijken wat ik daarvoor betaald heb. €6,29. De helft van mijn bedrag ligt aan mijn man. Maar goed, hij had het nodig, zei hij. Dus ik geloof hem. En een voetbalpomp hebben we ook altijd nodig in het leven. Geen idee hoe duur dit was. Maar we hebben het nodig. Ik weet niet. Als ik nog zie hoe duur het was, dan krijgen jullie het van me te horen. Dat was ook, dat heeft mijn man ook gedaan. Nou, heb ik veters gekocht. Heel erg boeiend. Mijn zoon die heeft All-Stars. En daar zit zo'n ringetje. Soms zit er zo'n scherp dingetje. En dat kan ik net niet goed terugduwen. En al die veters die gaan kapot. En dit was 69 cent of zo. Dus ik dacht, weet je, ik koop dit. Dan hoef ik daar niet elke keer mee van die dure veters te kopen. Nou, toen dacht ik, ik ga eens een keertje zo'n magnetic nail setje ga ik proberen. Nail art, ik vond dat wel grappig. Ik was eigenlijk op zoek naar die caviar pearls, maar dat hebben ze weer niet. Ik weet niet wat ik elke keer verkeerd doe in die Action. Ik kan het gewoon niet vinden. Maar ik dacht, ik probeer dit een keertje. Dus hier komt ook nog een keertje een blogje van. Dat vond ik dan wel weer grappig. Dan lipgloss. Heb je nooit genoeg van? Ik hou van sowieso van lipgloss. Als ik 's avonds slaap, doe ik ook altijd vaseline of van dat gele crème van Purel op mijn lippen. Heerlijk. Maar dit had een soort
kleurtje, denk ik, of zo. Dus ik wilde dat wel proberen. Het was echt onder een euro. Dus, nou, dit hebben we ook altijd nodig in het leven. Een passer. Hartstikke leuk. Dit was voor onze zoon, volgens mijn man. Naar mijn weten heeft hij nog niet echt een passer nodig. Maar misschien kan hij er een leuke mandala's of zoiets mee maken. Dus dit is wel grappig. En dit was ook, weet ik veel, iets van 69 cent of zo. Dus nou, daar worden we ook niet arm van. We worden wel arm als we al deze dingen kopen en dan het bij elkaar optillen. Want dan hè, dat is dat minder leuk. Nou, dan heeft mijn man vuilniszakjes gekocht. En ik denk dat dat voor in de auto is. Er staat ook zo'n plaatje van een auto. Dus ik denk dat hij die logica inzag. En dacht, nou, dan laat ik dat meenemen. Dus dat is wel prima. Dan heb ik 2 flesjes van deze meegenomen. Ik koop altijd de Mogu Mogu, want dat vind ik lekker. En deze waren 59 cent. De Mogu Mogu is 99 cent. Dus ik wilde het eens proberen. Ik ben erg benieuwd. Even kijken. Dan heb ik nog een kledingverfrisser. Nou, ik ben een hele goede huisvrouw. Maar ik was gewoon mijn kleren. En dan soms zit er gewoon een raar geurtje aan. Dus ik dacht, ach, Oriental Flower. Dan kunnen we allemaal naar Oriental Flower ruiken. En dit was 99 cent of zo. Dus dat was wel grappig. Dan heb ik... een maand geleden of zo had ik Clearasil scrub heb ik gekocht. En die beviel mij echt super goed. Die was 1,79. En die had ik dus ook bij de Action gekocht. Dus toen ik erachter kwam dat ik het een geweldig product vond, ben ik gelijk ook weer naar 36 Actions, verschillende Actions gegaan. Maar ze hadden ze niet meer. Dat is er met Action, hè. Dus, maar hier hadden ze wel de, nou ja, de Clearasil Spot en Marks Wash and Mask. Oh, het is een mask. Oh, ik heb weer eens iets gekocht waarvan ik denk, oh ja, leuk. Oh nee, dit is niet echt een masker, maar je moet hem wel heel eventjes gewoon zo inmasseren. Dus daar heb ik er gelijk 2 van gekocht, want ik dacht, oh, dit wil ik. En toen zag ik een face scrub. En dat is hetzelfde, nou ja, die van Clearasil is ook een face scrub. En ik gebruik het echt elke dag, vind het heel fijn. Van By Face. Ik heb geen idee, nog nooit van gehoord. Deze was 1,99. Die was duurder dan deze, want deze waren 1,79. Dus ik dacht, nou, laat ik het eens proberen. Dus daar heb ik gelijk ook ingeslagen. Dan heb ik... ik heb een oogafhaalspul van Superlux. Die was 20 euro. Ik vind het heel erg duur. Het is een olie. Hij werkt prima, dus... Weet je, ik bedoel, daar heb ik echt geen klachten over. Maar nou, ik vind hem wat prijzig. En ik ga gewoon niet elke 2 maanden olie kopen om mijn make-up mee af te halen. Dus ik had hier Odina van de Action. Dat is ook een soort van standaard Action merk of zo. Ik even kijken of ik het heel snel weet waar, hoe. Nee, ik kan dat allemaal niet vinden. Ik ben ook niet zo snel, dus dan krijg je dat, hè. Oh, hier. 1,49. Sorry dat ik zo lang naar een bon kijk. Het is heel erg boeiend, dat snap ik natuurlijk. 1,49. Dus ik dacht, nou weet je, 20 euro, 1,49. Ik ga het gewoon proberen. Ik vind het heel prettig olie om mijn oogmake-up mee af te halen. Dus nou ja, dat heb ik geprobeerd. En dan had ik deze. En dit is ook een merk dat vaak bij de Action is. En dit was is een natuurlijk product. Dat is ook iets van 1,49 of zo. En dit is een milk. Nou, bij mij is het bijna op. Dus ik dacht, nou laat ik het eens een keer proberen. Is het niks, dan vind ik het persoonlijk. Voor mij is het gewoon overboord. En dan kan ik misschien andere mensen ermee blij maken. Dan Dove. Ik koop de Dove eigenlijk altijd bij de Action. Het zijn 2 van die bars. Die kosten 1,90 euro of 19. En nou, in de supermarkt zijn ze gewoon duurder. En mijn mannen in mijn leven gebruiken deze zeep. Dus ik heb gelijk er even ingeslagen. En dan voor mezelf heb ik chocolaatjes gekocht. Want chocola, weet je, vrouwen, chocola, dat moet in het leven. Dus ik ga dat vanavond lekker opeten. Het is heel warm vandaag. Morgen wordt het nog warmer. Schijnbaar 39 graden of zo. Ja, weet je, 39 graden in Nederland is gewoon nooit een goed iets. Maar ik ben blij dat het in ieder geval wat warmer is. Maar ik zweet me helemaal. Ik hoop niet dat jullie het zien, want het is gewoon echt niet charmant. Maar het is heel erg warm. Maar goed, dit is dus mijn shoplog. Ik heb in totaal €30,25 uitgegeven. De organizer was 1,42. De magnetische nagellak 1,49. Even kijken. De metalen passer. Dat is heel boeiend. Is 99 cent. Even kijken. De voetbalpomp met naald. Want daar zocht ik hem natuurlijk voor. Was 49 cent. Nou goed, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.